Peter. Laten we dat ook even gelijk lekker doen met de bakken koffie en met de radio bij. Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Ik ga maar lekker eruit. Want ik vind het genoeg geweest. En ik ben weer lekker wakker. Je gaat lekker sowieso lekker joggingsbroek aantrekken. Maar voordat ik eerst dat ga doen, ga ik eerst lekker douchen. En kan jij wel natuurlijk ook eten. Oh, maar wat heb ik er zin om te douchen. Zo. Ja, dan ga ik eerst even dingen bijpakken. Ga ik wel vast de douche aanzetten. Dat kan ik wel vast doen. En de badkamerlicht aanzetten. Het is 11:30 alweer. En ik ben nu pas wakker. Nou, ja, een beetje slecht voor me. Maar wat ik het leukste is, als ik weekend is, elke zaterdag ga ik sowieso altijd mijn haren wassen. Het is wel lekker zat de rest. Dus, maar dan ga ik nu even klaarmaken om lekker de douche te pakken. Dus let's go. Lekker bakje koffie gezet, lekker radio aangedaan. Ik ga dingen even achter de putten doen. En dat moet ook even gebeuren namelijk. Heel veel dingetjes moeten gebeuren achter de computer. Laten we dat ook even gelijk lekker doen met de bakje koffie en met de radio bij. Attention, attention. Please leave the building immediately. Er zit nou aan dan. Er zit nou. Huh? Er zit nou. Waarschijnlijk brand. Oh mijn god. We zijn nu in Utrecht. En ineens gaat het brandalarm hier al. Attention, attention. Please leave the building immediately. What the fuck is dit allemaal? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Brandalarm die al gaat. Wauw. Vandaar is mijn jachtlijn 7. Vertel wat er net gebeurde. Ik had zo'n ding in mijn hand. Ja, een cash gebeuren in zijn hand en door een hele keer brengt de pleuris uit. Ja. En Rick gaat jas passen en gelijk gaat de alarm af. Heel bizar dit allemaal. Echt. Mooi dat je het meegemaakt. Zei je? Goed, ja. Rick, zei je? Zeg het voel net zo goed. Ja, ging net zo goed, ja. Oh mijn god. Iedereen loopt naar buiten. Door naar de brand. Nou, waarschijnlijk dat alleen maar de winkels waar we binnen waren afging. En ja. Wat? Nou, bij waar we net waren, dat alleen daar afging. En zelfs bij de andere supermarkt ook nog. Ja. Wauw, bizar. Maar ja, we lopen dan in Utrecht, wat ik al zei. Sinds we even lekker even rondlopen, dingen voor kerst. Even te kijken. En ja. Dus dat. Maar opeens ging het allemaal precies dat Rick een jas ging passen. Dus Rick, jij gaat geen jas meer passen. Beloofd? Beloofd? Nou, we gaan even kijken voor wat leuks. Voor kerst. Dus misschien dingetje voor kerst. We gaan het allemaal wel zien. Nou, wij zijn nu weer even buiten de lucht. En mijn vriendin appte me net. Dat nieuws van Cassiop dood is gevonden in Nederland. Maar waar, is het niet bekend, maar wel bizar. En Rick zit even te kijken voor kerstspullen. Maar wat een bijzonder raar gevoel dat hij gevonden is in Nederland. De YouTuber Cassiop, doodgetroffen, 22 jaar. Maar ja,
hoe het is gebeurd, voor mij is dit nog niet bekend. Ik ga dadelijk even alles uitleggen hoe en wat. Want mijn vriendin heeft die doorgestuurd. Ik ben benieuwd. Maar ja, en hebben jullie een beetje keuze kunnen zoeken? Nee, vooral niet met jou erbij. Hoezo? Omdat het gewoon leuk is. Chop chop weg, weet jij. Nee. Hier. Nee, ik was hier eerder. Wel en? Oh, dat was moeilijk, appies. We gaan even... Ja, jij gaat kijken voor cadeautjes, toch? Ja. Waar je nog steeds mee bezig bent. Maar voor wie? Ja. Maar ja, wel geniaal dat trouwens je brandalarm afging. Geweldig. Dus maar we gaan even de winkel binnen. Nou, zitten we nog steeds in Utrecht. Het is nu laat vanavond. Het is 6:15. 6:15 alweer. En hoe lang zijn we? Een uur of 1 uur waren we? 2 of zo waren we hier zo? Zoiets. En het is nu een paar uur verder en we zitten nog steeds in Utrecht. En we hebben dingen een beetje aankoop gedaan. Ik ook. En ja. Oh, dat staat er ook nog steeds. Gelukkig. Maar Rick is nu weer naar de winkel gegaan. Die is even jas gaan passen. Maar hij had een jas, maar die is helaas weggehaald. Dus die heb je op de hand snel verteld. Dus hij is nu weer te twijfelen. Hij zat al eerst even te twijfelen, maar nu nog steeds. Maar als het goed is, ik ben benieuwd. Komt hij nou aan? Dat weet ik niet. Nee, ik dacht dat hij aan kwam. Maar ja, we zitten even hier zo, want... Last van mijn poten. Wat ik ook vroeger heb gehad, ontstoken teen. De tap zijn nu weer en het is weer geopereerd eraan. Dat is echt geen pretje. Dat kunnen we allebei vertellen. Het is echt geen pretje om geopereerd te worden aan je ontstoken teen. Nee. Nou, hoe vaak is het bij jou gebeurd? Wil je dat vertellen? 26 keer. 26 keer? Ja. Op het moment word je dan niet gek van? Ja, vooral door de chirurg die ik als laatste had. Daar gaan we niet verder op in. Maar oké. Okay. Nee. Dat is niet echt iets voor YouTube. Maar dit is algemeen geen pretje. En dezelfde keer hetzelfde telefoon? Oh, dat komt nee, direct net aan. En? Toch niet genomen? Nee? Nou, de keuze is niet geworden, dus... Maar ja, nogmaals, geopereerd worden aan ons stukken teen is geen pretje. Nou, we zitten nu in de trein en deze is gewoon echt eigenwijs. Ja. Wat? Vertel. Ik ga geen smoelenkappel doen met mijn rek. Hoe? Ik ga geen smoelenkappel doen. Wat is de reden ervan? Nou, wel. Maar jij legt ergens in de deuk. Wat? Jij legt ergens in de deuk. Wat je niet meer gaat vergeten. Ja, dat jij zomaar de winkel uitloopt. Ja. Met spullen wat nog niet betaald is. Ik weet niet wat je ook hebt. Dat zou ik ook zeggen. Deze zit een... Letterlijk spelletjes spelen. Slaven. Dus jij je moet... Ja, fijn. Zegt er iets wat dan? Nee, waarom zou ik? Dan als jouw broer is. Dat betekent niet dat wij samen een leven delen. Mij ben je wel. Nee. Mij ben je niet. Oh, maar dat was wel bizar hoor, met die alarm. Je echt heb ook precies als Rick. Jezus, Rick laat een scheet. Godverdamme, Rick. Dat is een maal jongen. Van dat is je broer? Nee hoor. Wat? Daarom niet. Nou, sommige ook voor mensen die echt niet weten, dit is Rick's broer in ieder geval. Wat een dag. We zijn even lekker naar de Mackey geweest, even lekker weten eten en dan we zaten zo krem in de tijd. En ik zit met een kat, zij zit dadelijk met een kat, jij zelfs twee. Juist. Yes. Want jij zei al van dat gaat niet goed komen? Nee, dat gaat oorlog worden. Die twee gaan elkaar echt gewoon backtracken. Ja? Ja. Oh, dat wou ik zo gewoon weer een beetje zien. Met het gevoel dat ze zometeen in één keer met alle twee de poten ja zo omhoog glimmen. Als dat gaat gebeuren, oh, dan ga ik echt zo. Wat een leuk wil je dat filmen? Nou, ik denk dat ik eerder loop te kamperen van de pijn met die nagels in mijn ogen. Oh, arme. Ja. Oh. Nou, we gaan nu richting huis toe.
was superleuk dag. We hebben gelachen, dat is juist. Wat hebben jij net leuk gelegen deze dag? Echt heel veel dingen gebeurd. Een ring wordt volgespend. Maar we gaan er lekker richting langs heen. Dus let's go. En ik ben nou heerlijk thuis gekomen nu. Oh, wat een dag, wat een dag, wat een dag was het vandaag zeg. Maar ik heb wat leuks gehaald. Misschien zien jullie het al om die tv heen. Maar dat ga ik op een andere manier beter laten zien. En dat is het op deze manier. Maar kijk hoe het dan eruit ziet. Ga ik nog één ding doen. Voordat ik dat ga veranderen. Zet ik heel even de tv uit. Want ik zit toevallig ook even lekker voetbal te kijken. Kijk, zo ziet dat eruit. Dat is alleen het licht van die lampen. Moet je even nagaan hoeveel licht die eigenlijk geeft. En nu weer aan, want ik zit even lekker toe voor wat kijken. Maar wat was, heb ik een leuke dag gehad. Ongelooflijk leuk. Ik heb ervan genoten. En zet ik hem wel even niet uit, want ja. Kost je anders batterij. Dus vandaar. En dat wil ik niet hebben. Ik heb echt van genoten deze dag. Alleen, hele bizarre dag ook al gelijk in één keer. Dat Kastorp, zoiets. Hij heeft zelfmoordverschijnen gepleegd. Ik zie het heel veel voorbij komen namelijk. Hierbij wil ik de familie en mensen die er kennen en de fans Kastorp veel sterkte wensen die als YouTuber hem volgden. Ik ken hem persoonlijk niet of ik ken hem niet als YouTuber zijnde. Want ik heb nooit naar gekeken totdat Nicolas ermee kwam. Die volg ik als enigste Belgische YouTuber namelijk. En nog zo bizar. En maar ook weer leuk nieuws. Check het even allemaal, Stuk TV en zijn knol hebben natuurlijk meegedaan met het jachtseizoen. Ongelooflijk leuk om naar te kijken en spannend. En wie er hebt gewonnen, ik zeg dan gewoon even, check die video en je komt erachter wie de winnaar is geweest. Voor de mensen die het checken, hebben al gecheckt hebben, laat even niks in de comments weten. Dat is niet zo leuk voor de mensen die het nog niet gezien hebben natuurlijk. Maar, was echt een enorm leuke video om naar te kijken. En ik heb een ongelooflijk leuke dag gehad. Gelachen. Achter het schermen gewoon. Er waren dingen wat we hadden meegemaakt. Dat was niet eigenlijk te filmen. Dat was een beetje niet voor YouTube bedoeld, laten we het zo zeggen. Maar we hebben wel een super leuke dag gehad. Echt ongelooflijk dag. Zit jij zo te kijken? Waarom zit jij daar nou ineens? Ja, wat zit jij naar te kijken? Jij kijkt ergens naar, ik zie het aan je. Met broodje, tuurlijk. Ik ga gewoon ongelooflijk trekken en tuurlijk gaat hij dan weer er gelijk bij zitten als ik eten aan beter ben. Ik hoef alleen maar in de keuken naartoe te lopen en het is al bam, raak. Ja, dus even twee broodjes, vier broodjes, 1, 2 met tonijn en 2 met kip curry, dus ongelooflijk lekker. Vooral tonijn vind ik ben helemaal dol op, maar er zit eentje hier braaf. Zit hij, denkt hij dat hij ook kan krijgen. Dus vandaar, hè boef. Maar ja, wat een superleuke dag gehad. En ik zou vandaag eigenlijk over verhaal vertellen over Kastjop. Maar daar ga ik even morgen over uitgebreid meer over vertellen. Hoe het dan met elkaar zit, hoe ik erover denk. En dit was alleen even een nieuwsbericht. Om een te condoleren familiesterkte te wensen. Dus ook ga ik ook een paar bij zeggen. Maar morgen ga ik verder dus op in. Ga ik helemaal vertellen. Misschien hebben jullie sommigen al gelezen namelijk. Dus vandaar. Maar dan ga ik nu even lekker een beetje in. Dus in de gelijk vloggen afsluiten. Eerst even lekker dit eten en mijn YouTube erbij kijken. En dan lekker een beetje in. Dus nogmaals. Wat ik wil zeggen is. Jullie allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Vaak als ik achter de computer zit of wat dan ook aan het doen ben. Of zit lekker hier relaxed op de stoel. Ik kom altijd in mijn buurt en weet je wie het is?